Oké, in deze video een klein trucje hoe dat je meer range uit de Zero SRF uit elke Zero motorfiets kunt halen. Het is een trucje, dat is volledig gratis, het is gemakkelijk uit te voeren, je hebt geen speciale tools nodig om het te doen. Het zou ook geen risico zijn in principe, je kunt het vrij eenvoudig uitvoeren. Misschien 3 waarschuwingen als je motorfiets ontploft, het is niet mijn schuld. Ook niet haar fout. Het is iets dat we met de community ontdekt hebben, dus dat is zeker niet mijn eigen werk. Allee, we hebben gewoon onze cijfers samengegooid en we hebben bepaalde dingen uitgetest en zo zijn we tot de conclusie gekomen dat het werkt. En dan een derde waarschuwing. Het werkt voor de Zero. Ik ben er nog niet uit of dat het ook voor Energica werkt. Met de Energica heb ik gewoon nog niet genoeg tests. Met de Zero kan ik gemakkelijk uitlezen bijvoorbeeld wat dat BMS, het batterijmanagement systeem, denkt dat de capaciteit is enzovoort. Dus kan ik het gemakkelijker controleren. En we weten dat het daarmee werkt. Dus misschien... Ja, en als ik zeg meer range, bedoel ik niet dat je door rustiger te rijden ofzo, of trager te rijden, verder kunt geraken. Nee, ik bedoel echt met dezelfde rijstijl, met dezelfde motor, gewoon meer range behalen. Dat bedoel ik. Dus echt wel een verbetering in range. En het ding is, het komt eigenlijk op neer, ik ga het heel kort uitleggen en dan ga ik uitleggen hoe dat ertoe gekomen is. Het komt eigenlijk op neer dat er het BMS, het batterijmanagement systeem, denkt dat de batterij een bepaalde capaciteit heeft. En op basis daarvan heeft het een state of charge en op het display en hoeveel dat je nog kunt rijden enzovoort. En er is een manier om dat BMS aan te geven, in te leren. Dus te leren dat er meer is. Natuurlijk niet meer dan dat er effectief is, hè, want dan ga je de batterij beschadigen. Er is een mooi artikel van Brandon waarin dat hij uitlegt hoe dat hij tot de berekening komt, maar het komt erop neer dat deze batterij 114 ampère, dus de 14,4 kWh batterij heeft 114 ampère. Ampère-uren, dat is een manier om hoeveel energie dat er in een batterij gaat te kunnen uitdrukken. En de watturen, die 14,4 die daar staan, kilowattuur, dat is omgerekend naar wattuur, omdat je dan met andere systemen kunt vergelijken die met een andere voltage werken bijvoorbeeld. Dus 114 is zo wat het maximum van die 14,4 wattuur batterij of bruikbaar gedeelte dan eigenlijk, hè, want dus die hebben een bepaalde grens van wat dat er effectief kan gebruikt. 100% op dashboard is nooit echt 100% van de accu, anders maak je die accu voordat je het weet kapot. Een beetje zoals dan ze met telefoons voorhebben, telefoons na een jaar opladen zijn die al bijna kapot. En eigenlijk is het begonnen, ik heb mijn motor uitgelezen als het ongeveer een jaar oud was en iets van 11.000 kilometer had gereden. En dan had ik een ampère uren van 112, wat dan niet slecht is. Dus dan ben ik al beginnen delen. En dan anderen ook hun cijfers gedeeld. En dan kwam het er eigenlijk op neer dat anderen getallen hadden van 100 en... 109, 106, zo vergelijkbare getallen. Op zich allemaal goed, maar dan plots was er rond de tijd dat firmware versie 18 uitkwam met die magic charging problemen en met die range issues enzovoort. Toen had ik een demo bike, motorfiets, die blauwe. Die had 640 kilometer, heb ik uitgelezen, gaf ook nog altijd 106 ampère uren. Maar die had ook wel die range problemen. Ik heb dat toen opgelost op die motorfiets door hem volledig leeg te rijden en op te laden en door een firmware update uit te voeren. En er was online ook iemand die rapporteerde dat hem nog maar 79 ampère uren kreeg als hem die uitlas, die motorfiets. Wat dan natuurlijk heel weinig is. En wat dan natuurlijk ook als effect heeft dat je heel weinig range hebt op dat moment, hè. Dus, en dan hadden we eerst aangekaart van oké, doe eerst een firmware update, maar dat was blijkbaar niet de oplossing voor die persoon. En we waren dan met een aantal met onze motorfietsen aan het vergelijken. Dus ja, dan hadden we door op een bepaald moment dat het misschien... Dus dan hadden we op een bepaald moment door dat het waarschijnlijk wel niet die firmware update zou geweest zijn die het probleem opgelost heeft, maar wel het feit dat we hem leeggereden hebben, de motor. Dus ja, wat ik met deze al gedaan heb, is tot 0% rijden. En dan heb ik denk maximum dat ik dan nog gereden heb, is 8 kilometer of zo. Op zich is dat niet gevaarlijk voor je motor, zolang dat je, als je, want Zero raadt het ook aan hun verdelers. Het enige dat je niet mag vergeten is als je onder de 30% komt,
dan moet je hem daarna zo snel mogelijk in stopcontact steken, dus zo snel mogelijk terug opladen. Je mag hem niet onder de 30% laten staan. Dat is het enige dat je moet opletten. Voor de rest kan dat geen kwaad. Het systeem gaat zelf het vermogen gaan beperken, een keer dat de batterij vrij laag is enzovoort, de voltage laag is, dus dat gaat die batterij niet beschadigen op die manier. Met een DIN heb ik het nog niet getest, ik ga straks de test doen. Op dit moment, dus een keer dat deze terug was, heb ik dan opnieuw uitgelezen dat ik nog maar 98 ampère-uren. Dus ik zit nu ook al in de 98. Ik heb van alles al getest. Zijn de vollaad, vlak na rijden meten, vlak na laden meten, laten balanceren. Dat heeft allemaal geen effect op de ampère-uren dat de BMS denkt dat de batterij heeft. Je moet hem echt volledig leeg rijden. En er was iemand die zo dapper geweest is van nog veel verder. Dus die is rondjes beginnen rijden. Waarvoor dank trouwens. Het is eigenlijk zo dat we de bevestiging gekregen hebben. Dat het effectief werkt, rondjes beginnen rijden en dan bij 0% blijven rijden. Totdat er op een bepaald moment op het dashboard iets van battery depleted of zo kwam. Dus dat je echt niet meer kunt rijden. Dus dan moet je hem echt wel naar huis duwen. Zo snel mogelijk in stopcontact, zo snel mogelijk opladen. En de conclusie was, daarna heeft hem dan direct weer de boordcomputer uitgelezen. En de conclusie was dat er effectief een hoger ampère uur getal in het BMS geleerd was, waardoor dat hij vanaf dat moment eigenlijk meer range had met dezelfde configuratie. Dus dat is de truc. Om deze video af te ronden, ga ik gewoon de test ook doen met deze motor. Hè. Ik ga hem volledig leegrijden, volledig opladen en dan ga ik hem opnieuw uitlezen. En ik ga het cijfer hier zetten. Met een beetje geluk kunnen we daarmee opnieuw bevestigen dat deze methode, gratis, gemakkelijke methode, effectief werkt. Yeah.